Dit is deel B van les 0 en zal handelen over de samenstelling van beton. 1 kubieke meter beton die bevat 1300 kg steenslag, 600 kg zand, 175 kg water of 175 liter water en 350 kg cement. Dat geeft in totaal 2424 kilogram. Dat is de klassieke 24 kN per kuub voor ongewapend beton. Als ezelsbruggetje kan je het volgende beschouwen, zeker als je een doe-het-zelver bent. Je neemt 25 liter water. Je doet daar twee keer zoveel cement bij, namelijk twee zakken cement van 50 kilo. Telt dat op, dan heb je 75 kilogram, dan doe je daar 75 kilogram zand bij. Je telt dat op, dan heb je 150 kilogram en dan doe je daar 150 kilogram steenslag bij. Het is een eenvoudig ezelsbruggetje om te onthouden hoe dat je een gewone beton kunt mixen, kunt maken. Neem nu de samenstelling van een beton in volumes, dus in emmers, zeg maar in emmers. En als je nu drie gevallen beschouwt, waarbij ik telkens één emmer cement neem. En bijvoorbeeld in het eerste geval zal ik één emmer cement nemen, een halve emmer water, één emmer zand erbij en twee en een halve emmer steenslag. Dan heb ik een sterk beton. Bijvoorbeeld, dat is een beton die dient vooral voor balken en kolommen te maken. Als ik daarentegen één emmer cement en ik doe daar 2/3 van een emmer water bij, 1/2 emmer zand en 2,75 emmers steenslag, dan heb ik een gewone beton. En moet ik een funderingje maken, dan kan ik 1 emmer cement nemen, 3/4 emmer water, 2 emmer zand en 3,5 emmer steenslag. Dus je ziet hier al duidelijk dat die sterkte van uw cement afhangt van de verhouding water-cement. En je kan dus een experimenteel een betrekking vinden tussen de water-cementfactor en de druksterkte van beton. En dat noemt men de wet van Bolomé. En die wet is hier onderaan weergegeven. Nu, dit betekent, als je naar die wet kijkt, dat indien je nu te veel water zou doen bij uw cement, bij uw beton, dan gaat heel snel, op 1 kubieke meter, hè, ga je heel snel, als je daar 10 liter water bij kapt, dan gaat dat leiden tot 10% drukverlies op 28 dagen. Dus nooit water toevoegen aan een beton die reeds gemengd is. Want het vermindert uw druksterkte zeer gevoelig. En dit wegens die wet van Bolomé. Omdat uw water-cementfactor gewijzigd wordt. Als je nu op de grafiek kijkt en op de x-as is de water-cementfactor van 0,3 tot 1. En op de y-as de druksterkte na 28 dagen in megapascal. Dan is die gekleurde zone de verschillende uitslagen die je kunt krijgen van de meest gebruikte betonsoorten in omloop, of betonsamenstellingen in omloop. Het donkerblauw gekleurde zone is de zone het meest gebruikt, namelijk met een water-cementfactor tussen 0,4 en 0,6. Als je kijkt naar de wet van Bolomé, de rode stipjes, dan zie je dat die voor hoge water-cementfactoren een beetje afwijkt van wat er in praktijk gebruikt wordt, of wat er in de praktijk aanwezig is. Daarom stel ik voor om die een beetje aan te passen, die wet, en je kunt gewoon zeggen dat de druksterkte van beton op 28 dagen gelijk is aan 23 keren gedeeld door de water-cementfactor. Het is een benadering, maar het is wel een inschatting die je kunt maken op basis van de water-cementfactor. Je kan ook de samenstelling van beton bekijken op basis van kilogram.
in plaats van op basis van volumes, op basis van kilogram. Ik vind dit minder handig, want als je beton moet maken, dan heb je meestal geen weegschaal bij de hand. Ik spreek nu van de do-it-zelvers. Je hebt wel een emmer en een schop, maar op dergelijke werven zie je niet vaak een weegschaal. Maar naar gewicht toe betekent dat een gewone beton 160 kg steenslag, 75 kg zand, 20 liter water en 50 kg cement. Percentages zijn daarnaast weergegeven. Hier zie je aan de linkerzijde volumepercentages van de bestanddelen en op de rechterzijde gewichtspercentages van de bestanddelen. Dus de ene keer volgens gewicht, de andere keer volgens volume. En dan zie je bijvoorbeeld naar volume toe een beton met cement tussen de 7 en de 15%. Dat is een normaal beton, zeg maar, een reglementair beton. In gewicht is dat voor cement tussen de 9 en de 18%. Indien je nu een betonsamenstelling voorgeschoteld krijgt, dan kun je die eerst eens aftoetsen aan deze slide. Val je hier binnen? Dan zit je redelijk goed. Val je er buiten, dan weet je al dat er iets eigenaardigs is aan je mengeling. Iets over de geschiedenis van beton. Eigenlijk is beton al gebruikt geweest in de tijd van de Romeinen. Blijkbaar zouden Egyptenaren ook al iets ermee gedaan hebben, maar dat is nog redelijk onzeker. Maar één ding staat vast, bij de Romeinen, bij het aanleg van het Colosseum, hebben zij kalk en puzzolaan gemengd. Puzzolaan als bindmiddel, hè, de turfsteen als bindmiddel. Die hebben ze gevonden aan de oevers ergens aan de Middellandse Zee. En dat was de enige locatie die ze hadden. Dus vandaar dat dat gebruik van beton, dus het is niet gewapend beton, maar ongewapend beton, daar in die omgeving toegepast werd. Nadien is dat volledig is vergeten, laten we het zo zeggen. Dat werd niet meer gebruikt om de een of andere reden. En pas in 1824 is er een metser, Aspdin, en die heeft kalk en klei gemengd, gebrand, geoxideerd, dat gemalen. En hij kwam een bindmiddel uit die hij zeer interessant vond om mee te werken in de bouw. Hij heeft dat Portland cement genoemd, maar naar aanleiding van de kleur, enkel de kleur. Dus de kleur zou een gelijkaardige kleur zijn als de rotsformaties in Portland in Engeland. Nu, dus Portland, de streek zelf, heeft dus niks, maar ook niks te maken met Portland cement. Dan in 1850 of 1845 was er Lambot. En die heeft dan kippengaas gebruikt en daar cement opgewreven en heeft daar een aantal structuren mee gemaakt. Hij was boer, maar dit kan je eigenlijk zien als de eerste gewapend beton. Vervolgens in 1868 was Monnier een tuinder, een tuinier. Die heeft bloembakken gemaakt met kippengaas en die heeft zelfs brugleuningen gemaakt met kippengaas. En in 92, voor zover er geweten is, is dat het eerste gebouw in gewapend beton, namelijk een kerk. En het eerste huis staat in Frankrijk, denk ik. Ja, ik denk het. En is in 1850, dat huis bestaat nog steeds, maar in een niet zo goede staat. Korter bij huis in Rotterdam, de eerste brug in gewapend beton in 1905. Dat is maar niet zo heel erg lang geleden. Die brug die je hier ziet is natuurlijk recentelijk gerenoveerd, maar ze staat nog, ze doet nog haar dienst en dat is een hoopvol teken. Dan heb je in Heuzenzolder de torenketelhuis van Mononnier. Van 1913, die staat er ook nog. Voorgespannen beton werd voor het eerst gebruikt bij een fietsenstalling in Den Haag in 1948.
En in België is de eerste brug, dat is een spoorwegbrug aan de Spiegelstraat in Brussel, in 1944, dat is de eerste brug met voorgespannen beton. Nu, er kunnen ook heel wat dingen misgaan. Dit is een typisch voorbeeld van de linkerkant van een aardbeving, de schade bij aardbeving. Gewapend beton of niet gewapend beton, aardbeving kan lelijk huishouden. De rechterzijde is het bezwijken van een kolom door een te grote verticale druk, maar de bezwijkmechanisme is eigenlijk knik. Dus je kan zien dat de hele structuur naar buiten toe is uitgesprongen wegens een te hoge druk. Dit is hetzelfde. Dit is ofwel zijn die kolommen bezweken door knik, oftewel is het door buigmoment, omdat er een te grote horizontale kracht aanwezig was op de zijkanten van een stadium. Dit is een typische schade veroorzaakt door een alkali-silica reactie, dus door een slechte reactie van de granulaten, die maken dat wanneer er water binnendringt in een beton, er een gel ontstaat die expandeert tot 300 keer zijn volume en daardoor het beton gaat wegdrukken. En dan krijg je een typisch scheurpatroon zoals het hier staat en wordt de wapening aangevallen en wordt die roest en faalt uw structuur. Dit is ook een schade die bijvoorbeeld vooral voorkomt aan de kust. Dit is een schade veroorzaakt door de chlorides in de lucht. Die dringen binnen in uw beton en veroorzaken putcorrosie van uw wapening. Als die roest, zet die uit door de ijzeroxides. En springt uw betondekking eraf en wordt het proces versneld. Dit is een deel van een appartementsgebouw die door een explosie op één verdieping, een gasexplosie op één verdieping, is ingestort door progressive collapse. Als je dus je betonnen gebouw niet robuust genoeg maakt, dan kan één ongeluk op één enkel verdiep je hele gebouw doen instorten. Dus het is van belang dat je robuust ontwerpt. Dit is wat er mis kan gaan met geprefabriceerde welfsels. Oftewel is uw opleg niet groot genoeg. Ofwel kan vooral door dwarskrachtproblemen uw welfsel naar beneden donderen. Door dwarskracht of door pons. En dit is weer zo'n geval van progressive collapse, maar dan in de prefab-industrie. Wanneer één balkon de ophanging van dat prefabbalkon in de gevel het begeeft, kan hij verschillende andere balkons meesleuren in zijn val. En tot slot, er zijn ook belangrijke gebouwen die dienen gerenoveerd te worden. Hier was de betondekking aangetast door de lucht, door de CO2 in de lucht. En om ervoor te zorgen dat het beton nog steeds basis blijft, dat de pH boven de 13 uitkwam, werd de betondekking weggekapt en vervangen door een nieuwere betonlaag.